Ja, we staan hier in Asselt en hier komt vanmiddag bezoek vanuit het gemeentehuis om de medeleven te betuigen aan de mensen en met bewoners in gesprek te gaan. Wij gaan dat natuurlijk niet filmen, want dat is echt een zaak van die bewoners en de burgemeester, gewoon privé. Maar we gaan de burgemeester direct vragen waar ze allemaal geweest is. Want volgens mij is ze al heel lang op pad. Donders, u bent hier om de mensen even toe te spreken, even bemoedigend te zijn. Waar bent u allemaal geweest? Nou ja, even toch ter verduidelijking. Ik ben vooral ook op te luisteren hier en te zien wat het betekent als dat water weer weg is. En als ik daarbij ook een bemoedigend woord mag spreken en het helpt mensen een beetje, dat komt, vind ik het fijn. Maar ik, na drie dagen alleen maar dit soort plekken bezoeken waar het water hoog is geweest. Mijn man vroeg gisteren toen ik thuis kwam, hoe is het? En toen zei ik, het is eigenlijk om te janken. En ik kan het gewoon niet beter zeggen. Het is overal zo'n ellende. En dat is mijn indruk. En of je nu bij de hockeyvereniging gaat kijken, of je nu gaat kijken bij mensen waar het water binnen is geweest, of bij de campings, of bij Olderhuske, of nou ja, verzin het maar. Elke schade heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen problemen om het weer goed te krijgen. En de optelsom is gewoon heel veel. Ja. Nou, wat mij ook weer opvalt, ook weer vandaag, de veerkracht van die mensen om de draad weer op te pakken, sta echt versteld. Ik heb dat al de hele tijd gezegd, hè, en ook gezien, ook tijdens het hoogwater en daarvoor al, hoe mensen elkaar hebben geholpen. En nu ook pas bij Nautilus, en daar zijn gewoon 30 vrijwilligers die spontaan komen en daar dag en nacht in touw zijn om op te ruimen wat het water heeft achtergelaten. Hetzelfde zag ik gisteren op de camping bij Hatenboer, waar mensen die helemaal niet op de camping staan ook gewoon komen helpen. Hè? Waar een caravan in een speeltoestel hangt en al dat soort verschrikkelijke beelden. En wat ik heel veel hoor is dat die veerkracht toch ook iets te maken heeft met het besef, we zijn door het oog van de naald gekropen en we helpen elkaar hier weer bovenop. Kentremeuns, Eindverein. Dat is wat ik heel veel ophaal. Dat is fantastisch. U maakt de rondgang. U bent gisteren ook bij de bedrijven geweest. Wat trof u daaraan? Nou ja, weet, wat ik net zei, de schade is waar je, afhankelijk van waar je naartoe gaat, anders maar altijd groot. En voor de bedrijven Willem-Alexanderhaven is er natuurlijk vooral een economische schade. Hè, die hebben hun bedrijfsvoering moeten staken. En niet alleen op dat moment moeten staken en een aantal dagen moeten stilleggen. Maar doordat dat is gebeurd, is hun hele vervolgproces en orders en alles wat daarmee samenhangt ook vertraagd of onmogelijk geworden. Dus ook daar is grote economische schade, ook opluchting. Maar ja, als je het bedrijventerrein Willem-Alexanderhaven ziet, dan snap je ook dat daar een enorme opgave ligt voor de toekomst. Want was het daar fout gegaan, dan hadden we niet alleen het bedrijventerrein met enorme schade gehad, maar een veel groter probleem. Dus dat is wat je overal ziet. De hockey, ondergelopen, nooit eerder gebeurd. In de optelsom van Roer, Hambeek en Maas gebeurt het dan wel. En het is net een badkuip, het water kan daar niet weg. Dus dat, zit daar, dat zal dan nog, denk ik, echt weggepompt moeten worden. En ik ben geen waterdeskundige, dus dat moeten anderen maar bepalen. En wat er achterblijft, ja, zoals het er nu naar uitziet, denk ik. Totaal. Ja. Daar ben je geneigd dat te denken. En als je dan weet dat dat met heel veel vrijwilligers is opgebouwd, hè, generaties lang, dat is dan een andere vorm van economische schade, los van de sportieve schade in het seizoen. En noem maar op, waarbij ik denk, ja, dat moet ook maar weer hersteld worden. Ja. Dus ik, ja, overal schade, enorme kwaliteitsslag is dan nodig, zou ik maar zeggen, in het weer herstellen van alles wat daar verloren is gegaan. Het vervangen. Dus we zijn hier nog een hele tijd mee bezig. Zijn er nog gebieden in Roermond die extra aandacht vragen op dit moment, of is eigenlijk alles weer vrijgegeven? Alles is vrijgegeven en de dijken geldt voor de hele provincie. Ook, dat weten we, als dijken gaan drogen, dan is dat opnieuw kwetsbaar. Dus daar wordt nog gemonitord waar dat nodig is. En dat is prima handen bij het waterschap en Rijkswaterstaat. Nou, verder is er nu eigenlijk, ja, is het vooral herstel, opruimen. En vooral voorkomen dat het nog ooit kan gebeuren. Ik neem aan dat als dit allemaal voorbij is, dat u gaat evalueren. En dat u misschien toch ook wel met het waterschap gaat praten over plekken die u nu gezien hebt die echt wel aandacht verdienen.
Ja, nou, twee dingen lopen dan door elkaar. Nu hebben we eerst het zorgen dat mensen die hun inkomens hebben zien opdrogen, dat we daarin voorzien. Hè. Daar heeft het kabinet al iets van gevonden. We hebben het rampenfonds wat ingericht moet worden en tot uitkering moet komen. De verzekeraars moeten uitkeren. Dat is het praktische deel waar we nu in zitten. En daarnaast, dat heeft uw collega Scholte ook al horen zeggen, zijn we ook al aan het nadenken van hoe krijgen we het goede gesprek op gang. En pardon, dus u gaat nog verder op rondreis vanmiddag. Wij gaan niet mee, want ik vind dat een heel privézaak. Ja. Heeft u nog een boodschap voor de mensen waar u niet kan komen, wat u niet weet? Nou ja, ten eerste weten we natuurlijk niet alles. We proberen te helpen waar we zijn en ik doe mijn best om daar te zijn waar de nood hoog is. Mocht ik u onverhoopt niet kennen of niet weten van uw schade en u niet bezoeken, weet dan toch dat als u zorgen heeft dat u die kwijt kunt, u altijd naar de gemeente bellen. Mail is ook altijd welkom en we zullen echt proberen om alles aan te doen om te zorgen dat de zorgen weggenomen worden of in ieder geval kleiner worden. En ik zou vooral willen zeggen, hou moed, hou vol, kop op. Dank u wel. Komt goed.